In de Sloveense stad Ljubljana is een Nijmeegse delegatie in afwachting van de bekendmaking van de European Green Capital. Zondag vertrok de delegatie per touringcar naar de Sloveense hoofdstad. Maar niet iedereen stapte in de bus. We hebben het parcours op twee manieren afgelegd, maar ik wil zeggen hardlopend. Dat heeft ieder van ons gedaan. Vier etappes waren het, vier personen met vier keer een route van ongeveer 4-5 kilometer. Maar daarnaast hebben we het ook mee gefietst en dat was zeker zo zwaar. Het grootste gedeelte was klimmen en daarna was het gevaarlijk dalen. Ik heb hele leuke mensen ontmoet die iets hebben verteld over Nijmegen. En ook mensen uit Rusland ontmoet die weer een hele andere beleving hebben bij de wereld. Nou, keileuk. Het parcours was vlak, afhankelijk was het vlak. Kunnen we langs het kleine riviertje, het binnenriviertje in Ljubljana, waarvan ik de naam even niet weet. Maar later hebben we het Pass of Remembrance kunnen volgen. Dat was aanvankelijk ook de bedoeling. Dat is overigens een pad van 33 kilometer wat rond Ljubljana is aangelegd. Een deel daarvan hebben wij dus gelopen. Ik heb echt tranen in mijn ogen van ontroering. Zo'n ontvangst, gewoon geweldig. Mooie stad en... Ja, vooral de ontvangst, ja. Het estafettestokje gaat natuurlijk al 2 jaar door de stad van het ene initiatief naar het andere. Maar het heeft van oorsprong een sportieve invulling. Het is gebracht door de fietser Henk Horstink vanaf Nijmegen naar Ljubljana. Vanmorgen bij het stadhuis gebracht. Zaterdag de 12e vertrokken en het is vandaag maandag de 20e. Dus elke dag zo'n 100 kilometer gefietst.